Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS Video Varmo. Dit is Wim en dit is mijn kameraad voor vandaag, jongen. Dat is Gratje. Dat is een lieve hond. Daar gaan er twee knokken met elkaar. Maar we gaan het vandaag natuurlijk niet in Brabant doen of waar het ook op bleek. Maar we gaan gewoon lekker... Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dan moeten we achteraan gaan. Maar ja, laat ze maar even gaan. Want we gaan vandaag met Gratje op pad. Met deze Touran gemaakt door MH Aalsmeer. Team MH, hoe ze tegenwoordig ook heten. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd ook niet. En de skin is geloof ik gemaakt door Team OOV. En die OOV staat voor die striping. Dat is die dikkere nieuwe striping die in Nederland is. Vandaag hondengeleider. En zoals jullie zien had ik de afgelopen tijd al een tijdje geen taser meer. Die heb ik inmiddels wel weer. En eens niet met een mondkapje, maar met zo'n, ja, hoe noem je het, sjaal of zo, die ook gewoon bedekt. Ik vond dat wel badass uitzien, alsof ik een cowboy ben met Gratje. Hey, Gratje die komt via de Ultimate Backup mod, zeker een aanrader. En je kunt hier gewoon K9 spawn K9 partner en je hebt meteen wie je ook wilt erbij. Ik laat hem alvast in de auto instappen, deurtje gaat open, kijk eens. Dispatch to all SWAT units. We've got a person with a firearm in Davis. Woefje zit braaf. Woefje doet zelf het deurtje dicht. Voertuigje. Niks mis mee. Let's go. De woef kan het een en ander en dat vind ik wel erg tof. Je kan namelijk een voertuig doorzoeken. Die herkent automatisch dat ik in een voetachtervolging of wat van een vervolging dan ook zit. Dus dan gaat hij zich daar geloof ik ook wel een beetje mee bemoeien. En ik kan natuurlijk happen. Dus dat willen wij heel graag. Vito voor mij ook al lang niet meer mee opgenomen geloof ik. Daar ben ik wel ook weer mee op pad. Dank u. 12-01, dat is 12-01 over. 1 Lincoln 18. We have a traffic alert on Elgin Avenue for possession of drugs for sale. Drugsrunners. 1201, dat is 1201 over. 1 Lincoln 18. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Wel bij hebben, want die gaan uitstappen. En mijn wapens, ja, die heb ik. We have a suspect resisting arrest in Howick. Ja, dit is kut. Stap in. Ja, nu ben ik zo kwijt, denk ik. Oké, ik had misschien beter moeten. Wacht. Helicopter backup required in Howick. We are airborne and en route. Backup needed on Spanish Avenue. Dispatch, suspect located, moving to engage. Oké, ik heb collega's erbij gevraagd, die hebben het voertuig nog in het zicht. De Zulu die vliegt ook erbij, maar die ja, wat ik altijd ervaar als ik een Zulu inspan, die stort eerst een stukje neer. Dus die moet dan weer even helemaal opstarten en zo. Zulu die gaat nu naar hem toe. Zulu vliegt erboven, dus als het goed is zou hem niemand kwijt moeten raken nu. En wij rijden er ook recht op af. De stad die vindt het even niet meer leuk. Rechtsvrij, oh, de stad vindt het helemaal niet leuk wat er allemaal gebeurt. Ja, Gratje, hou je maar goed vast hoor, kerel.
Waarom zitten die vrachtwagens mij vandaag zo in de weg? Ze snijden mij steeds af. Merken jullie tot nu toe dat ook bij elke vrachtwagen? Suspects heading onto the freeway. Dan snel ik op richting vliegveld. Definitief richting vliegveld. Ik weet niet wat ze van plan zijn. Het kan zomaar een actiefilm zijn waar, waar ze nu in een vliegtuig of een helikopter springen en wegvliegen naar Mexico. Suspect exiting the freeway. Ja, weg een vliegveld op, wat een gekke joh. Wat een gekke. Ja, maar waarom doen ze die pot nou open? Oh, zei definitief. Op het vliegveldterrein. Kan maar inschakelen. In kennis stellen. Dat gaan we nou allemaal doen. Waar zijn ze nou? Ja, daar. Ze knallen daarop. Ja, nu zit ze vast, nu zit ze vast. Stop in. Shit. Kan ik hier tussendoor? Nee, dat kan ik niet. Oh, sorry. Mensen. Daar heb ik cool een actiefilm na te doen. Vliegverkeer ligt uiteraard stil, mag ik hopen. We rijden namelijk op de landingsbaan. Nu niet meer. Ja, gratje. Ik denk dat die wagen ziek is. KLM is net nog geland. Ram het voor te rijden bij, ja, keurig. Ja, goed zo. En we gaan opstijgen. Ja, voertuig is duidelijk sneller dan twee Tourans. Vind ik ook nog wel logisch. Nee, die andere Touran die lijkt mij in te gaan halen. Ja. Ja, maar die houdt het niet meer lang vol. Zie je de zwarte rook ervan afkomen. Die is wel extreem snel. Ik weet niet hoe dat gaat. Die voert daar gewoon ineens super snel tijdens een achtervolging ofzo. Gratje doet de goal om, jongen. Daar heb je Gratje. Nee, die overlicht dan wel. Als je niet sneller bent, moet je maar slimmer zijn, hè? Afsnijden. Dat is het schatje, dat is niet zo prettig voor. Ja, we mogen niet vanuit de auto schieten, maar dat is eigenlijk wel even goed om op die banden te schieten. Ram hem nou, ja, jullie Touran gaat het zo begeven, collega's. Zo
zo, dan een goede beuk. Schatje, hou je vast, jongen. Oh. Dat schatje denkt van waar ben ik aan begonnen. Ik denk dat die Touran officieel uitgeschakeld is nu, die staat stil. Nee, toch, nou die rijdt heel langzaam. Ze zijn echt een spelletje met ons aan het spelen nu. Uitstappen! Nou, dat waren bijna allemaal kogels die ik normaal bij me, die realistisch gezien ik bij me heb. Twee magazijnen heb je geloof ik bij je. Maar ik heb geen enkele band geraakt, of wel? Oh ja. Uitstappen! Handjes omhoog! Ja, pak hem lekker gratje, jongen. Goed gewerkt, ouwe smikkelbeer. Lekker gewerkt, bro. Lekker. Oké, beste vrouw, hou jij hem even. Ik moet naar gratje, jongen. Dat is mijn kameraad. Ja, toch neef. You moron. Lekker man. Jij krijgt een grote hondenbrok straks. You ain't never getting out of prison. Wacht. Heb je die man nou laten ontsnappen? Ja, hij is weg hè. Ja. Hey. Hoi. Die man is weg hè. Oké, even fouilleren jij. Lekker man gratje. Ik ben trots op jou. Dat is ideaal van die mod. Je hoeft je wapen maar even op die heroïne. Dat hebben we aangetroffen sowieso. Je hoeft je wapen op iemand die wegrent te richten en die hond die gaat erachteraan. Ik kan die andere verdachte pakken. En als het goed is, zoals je ook zag, gaat die verdachte. Of gaat die hond dus die verdachte tackelen. Ja, nee, goed. Dat was gratje. Ik ga in ieder geval even... wacht, even een fotootje maken van deze twee Tourannetjes. Nee, wat ik ga doen, ik ga nu even stoppen met deze opname. Maar ik ga gewoon voor jullie over 10 seconden weer verder. Maar ik moet even er vandoor. En ik neem vanmiddag, of voor mij dan vanmiddag, of vanavond, of morgen, weer verder op. Maar dan merken jullie nogmaals niks van. Ik zie jullie zo meteen. Nou, daar ben ik toch weer. Alsof er niks veranderd is, alleen dus voor mij een dagje later, maar daar gaan jullie niks van merken. We gaan nog even wat, ja, wat meldingjes pakken. Ik had even gekeken, ik geloof dat er zijn 11 minuutjes aan die achtervolging kwijt waren. Vaak door editen is dat misschien wat korter. Voor nu kunnen we dus nog even er tegenaan, even kijken of we die hond nog echt kunnen inzetten. Hij heeft natuurlijk al zijn inzet gehad vandaag, hij heeft een van de twee boeven gevangen en die andere, ja... Ik kan me niet voorstellen dat hij daadwerkelijk gesnapt is. Ik denk gewoon gedespawn omdat de melding klaar was. Zo, die slingert een beetje. Of die weet gewoon niet waar die... Nou, dat is slingeren. Dat even aan de kant. Bij een positieve drugstest kunnen we bijvoorbeeld... de hond... inzetten om het voertuig te doorzoeken op verdovende middelen. Dus drugs, daar zijn ze denk ik ook in opgeleid, maar dat weet ik eigenlijk niet of je daar in Nederland of daar een aparte drugshond voor nodig hebt. Er zit één iemand in het voertuig. Ik laat de hond nu nog even zitten, puur omdat als je er vandoor rijdt, dat ik in ieder geval wel
Hallo. Hey. Ja. Links staat al een beeld van je merkt dat er mogelijk drugs zijn. Even een zonnebril op, nu snap ik nog wel. Goed, mevrouw, laten we beginnen met het rijbewijs. Reden van de staanhouding is tot u zo goed als bijna op mij knallen. En ik heb niet het idee dat u überhaupt door had tot dat gebeurde. De dingen die niet mogen in het voertuig. Dat gaat je niks aan, ik heb mijn rechten, maar als ik daar reden toe heb, dan toch wel. Iets gedronken, drugs gebruikt. Ik ga toch zo meteen even het voertuig doorzoeken. Dus wat ik mag doen, ik ga allereerst even laten blazen. Heel veel sigaretten liggen op het middenconsole, misschien ook wat jonko's erbij. Dan ga ik even een speekseltest afnemen. Nou, die is positief op meerdere verdovende middelen, dat betekent dat ze sowieso is aangehouden en ze mag ze ook even uitstappen. Stop whatever the hell you're doing. Ik ga je even arresteren, de boeien omdoen. Zij is dan niet tot antwoord verplicht, heeft recht op een raadsman. Er zitten twee gasten te racen op het politieterrein hier. Ja? Te zien. Even kijken, we gaan er eerst even meenemen. Assistance required in the Spoochie Canal. Het voertuig wordt nu dus door de hond doorzocht en we krijgen dadelijk een update wat die hond gaat aantreffen. Ik denk niet dat het echt zo gaat, of kan beter gezegd. Ik denk dat je echt aparte speurhonden moet hebben, maar ik weet het ook niet. Dag collega's. Ah, even wel iets hoor. Kijk hem eens braaf zitten. Oh. Oké, wat we gaan doen dames. Even opstaan. Jullie mogen haar verifiëren verdovende middelen. De hond die zegt van er zitten dingen in het voertuig, dus misschien moet je maar het voertuig gaan onderzoeken. Ik had ergens anders gezien tot er iets stond. Oh kijk eens daar. Ah nee, dat is van het... Nou oké, goed. Ik dacht dat ik het voertuig kon onderzoeken. Maar of tot de hond dat kon doen. Maar hij geeft blijkbaar alleen aan dat er mogelijk dingen in het voertuig zitten. Nou, wat we dan gewoon mee doen voor nu is even lekker. Die wegslepen, misschien crash mijn game nu omdat die hond nog is aan het fouilleren. Oh, wat heb ik dan? Ik heb ergens anders op geklikt. Kom maar. Zeg het mij. Ja, het is afgesleept. Kom, niet zo boos zijn. Bravo hoef. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have security details requiring assistance in mission row. Assistentie gevraagd units respond code 2. Door een collega van de beveiliging waar we dus naartoe gaan. Onbekende situatie en dat is voor mij altijd een reden om toch maar even wat snelheid te zetten. Je weet niet of daar gevochten wordt of dat daar helemaal uit de hand loopt. Nou, natuurlijk wel rekening ermee dat we niet als een gek kunnen gaan rijden door het verkeer. Ja, dat... ik weet niet waarom die stopt, hij reed sowieso ook de rood.
kader van realisme, kenteken check en die zouden we eventueel iets mee kunnen mocht dat nodig zijn. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 8, 4, Romeo, Yankee, Papa, 8, 7, 5. A warrant issued. Proceed with caution. Dat gaat te gaan, denk ik. Omdat ik niet weet wat de melding daar betreft. Wordt als assistentie gevraagd, maar hij wordt nog gezocht. Dat is een dilemma natuurlijk. Per toeval kenteken opgezocht, blijkt hij gezocht te worden. Voertuig geven we bij deze door aan de C en hopelijk komen er snel genoeg eenheden. Daar staan om toerankijkers opgelost die hem kunnen aanhouden. Ja, je kunt natuurlijk twee dingen doen. Je pakt of zelf dat voertuig en laat de melding van de beveiliger aan een andere eenheid over. Of je rijdt door naar de melding van de beveiliger en laat dit voertuig aan collega's over die toevallig al een stukje achter ons stonden. En dan crasht. Dat is niet zo mooi. Soms zijn die wegen hier echt raar in elkaar gezet. Maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ik de German Road Texas erop heb. Dus dat die de pijlen een beetje verandert. Dat is trouwens blijkbaar als je de German Road Texas nu downloadt. Ik had dat toen niet. Maar nu heb je dus ook Dutch Road Texas. Oftewel Nederlands. En ik weet niet of die gaaf zijn of niet en hoe die uitzien. Maar die kun je dus ook installeren. Dus wie weet als je, hè, dus de weg ziet er meer Europees uit met de German, nou laat staan dan dus met de Dutch, zou dat helemaal moeten als het goed is. Dus, maar goed, die heb ik nog niet geïnstalleerd, ik weet eigenlijk niet of ik het ga doen ook. Want het installeren was wel niet zo makkelijk, zag ik, dus ik ben eens benieuwd. We have a motor vehicle accident on Bay City Incline, units respond code 3. We zijn weliswaar in de buurt, maar even niet de meldingen waar ik nu op af ga. We've got a suspicious person in Los Santos International Airport. Op het vliegveld zijn we vandaag ook al geweest, was niet helemaal de bedoeling, dus voordat we de Camaro boos maken ga ik me daar maar even niet meer laten zien ook. Report. We have a disturbance. Suspect blast scene in Morningwood. Units respond code 2. Oeh, dat is het slachtoffer ook nog. Staan blijven. I know karate. Meneer, blijf even staan. Hey, hey joh, hey joh. Luister dan vriend. Jij bent hier het slachtoffer, ik weet het, maar dan moet je mij niet aanvallen, gekkie. Je moet hem hebben. Even rustig aan doen, hè, want die hond pakt jou ook hoor. Oké, okay, goed. We hebben de situatie even onder controle. Goeiedag meneer. Wait up! Je doet niet veel meer. Goeiedag. Ik heb een hond bij, geen rare dingen doen. Je was achter die vrouw aan het aanrennen. Ik wil graag even een identiteitsbewijs zien. Wat heb je ook aan? Ik wil wel niet weten, maar vraag toch. What the fuck is er los? Oké. Okay. Goed. Mevrouw, ik begrijp dat deze meneer lastig viel als u aangifte wil doen, dan wordt u bij deze aangehouden. Ik kan het dan niet vragen, denk ik. Nee, ik kan het dan niet vragen, denk ik. We beginnen met een... Ja, goed. Oké, goed. Bijzonder verhaal. Meneer, we zijn bij deze aangehouden. Die vrouw gaat blijkbaar aan heeft te doen. Blijkbaar poging tot verkrachting, heterdaad of zo, weet ik het. Dus, Er zijn geen eenheden meer nodig. De honden weer terugsturen. In Amerika heb je geloof ik wel een koord of zo, die je naast of een knop, waar je aan kunt trekken, waardoor die deur dus automatisch open gaat voor die hond. Als je dus echt in een voetachtervolging zit. Maar ik weet het niet. In Amerika zijn ze anders opgeleid dan in Nederland, die honden. Terwijl ik soms wel filmpjes zie waar ze dus gewoon echt zeggen, pak hem.
In Amerika. Dus ik geloof dat ze hier in Nederland wel redelijk goed politiehonden kunnen opleiden. Dat geloof ik ook drugs bij. Ik heb het niet heel goed gelezen, maar dat is verboden middelen bezit, ook nog verdovende middelen. Assistance required and warning wood. En ja, dus ik in Amerika kun je geloof ik echt die hond veel meer loslaten of zo. Maar dat kan ook de filmpjes zijn die je ziet hoor. Maar ja, naar mijn idee. Weet ik niet altijd of ze hier heel goed in Nederland zijn afgericht. Ik denk dat ze alles en iedereen toch wel bijten als ze zin hebben. Transport eenheid wat sneller laten komen. Any unit in the Vespucci area, citizens report a kidnapping in Del Perro. En heet dat daad ontvoering. Oeh, dat is een harde knal. Ik wil sowieso die hond hier weg hebben, ondanks dat ik een hondengeleider ben. Altijd hondjes zijn te gevaarlijk. Goedendag. God, whatever. Ga eens af. Ah, jij bent braaf denk ik. Oh wacht. Ik moet met hem praten daarboven. Shit. Hallo meneer. Ik zag een man in een zwarte taxi worden getrokken een paar minuten geleden. License plate 49. Oké, die staat in ampère. Dank u wel meneer. De ballen, laat ze niet vallen. Het voertuig is hier nog gesignaleerd. Die rijdt hier letterlijk omhoog. Ga weg, hond. Wat is dat? Wat is dat? Hij deed uit zijn raam, hè? Ik kon niet zien of het een vuurwapen was. Oh, ik zei achtervolging, zwarte taxi die blijkbaar is weggereden bij een ontvoering. On a heritage way. Copy dispatch. Spreek de politie, stop je voertuig onmiddellijk. Een beetje natuurlijk moeilijk, want je kunt niet gaan rammen. Ik kan niet zien of er nog iemand in zit. Als er niemand meer in zit, ja dan is het dus het slachtoffer dus ontsnapt en dan heb je gewoon alleen een verdachte. Maar je brengt het slachtoffer ook in gevaar natuurlijk als je een pitje gaat uitvoeren of zo. Maar ik kan het niet zien. Ja, er zit nog iemand in. Achter. Rechtsachter. Hij rijdt echt als een gek. Of zij. We gaan altijd maar uit van een man, hè. Maar het kan zomaar een vrouw zijn die ontvoert. Of ja, we. Ik ga altijd uit van tot het een man is. Maar goed, ik denk niet dat ik de enige ben, hoor. Motorrijder net niet aangereden hier zo. Nu gaan we wel heel snel. Zo, die taxi gaat nu. Ja, knalt vol op een vrachtwagen. En wij kunnen niet op tijd remmen. We kunnen wel uitstappen. En BTGV doen. Uitstappen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Wow, het zijn er twee! What the fuck, dude? You little dick. Required on Vinewood Boulevard. Goed, er zit trouwens ook een nieuw vuurwapen. Copy that dispatch. Animals on the loose. Door gewoon RAF gemaakt. Namelijk de echte Walter P99QNL. Want voorheen had ik de Walter P99, geloof ik. En nu heb ik echt de QNL. We hebben ook aangehouden. Ik geloof dat jullie per ongeluk spawnden in elkaar.
En dat er niet daadwerkelijk twee waren. Dat is mijn hond eigenlijk een. Dokter. Ah, heb ik die weer terug. Als ik eruit had, laat ik ze stappen. Oké, okay. Heren, jullie zijn in ieder geval aangehouden. Assistance required on Vinewood Boulevard. Wacht. Is dat slachtoffer al weg? Ja, hè? Oké, okay. Goed. Ik ga denk ik de video afsluiten, maar ik kwam er dus eigenlijk pas vandaag achter. Of, ja, vandaag per toeval. Dat ik dus altijd al die tijd een hondengeleider mod in mijn GTA had zitten. Waardoor ik dus ja, misschien dit zeker vaker kan doen. Dus als jullie het leuk vinden als jullie een andere hondengeleider auto willen zien. Ik heb bijvoorbeeld ook een T5 hondengeleiderwagen. Laat het zeker even weten, dan kan het allemaal geregeld worden. Voor nu, bedankt jullie voor het kijken en jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Wat ik het zijn, waarschijnlijk deze, maar waarschijnlijk wel deze. Tot dan, doei!